Zullen we nog een blokje erg doen? Meteen. Erg. Wie hebben we dan? Koep de Weide, hè? Ja. Ja. Vanaf 12 januari is ze te bewonderen in de historische televisieserie Willem van Oranje. Hier is Linda van Dijk. Het is altijd mooi. Dat wat we net zagen, dat was waar je werd voorgesteld, hè, aan Willem van Oranje. Ja, dat is de allereerste keer dat, dat zij hem ziet. Ja. Dat ze haar oog op hem laat vallen. Dat is een lastige tante geweest. Ja, je bent Anna van Saxe. Ja, de tweede vrouw van, ja. Van Willem. Het is een kostuumstuk. Wat zoals je ziet. Ja. Dank u. Ja, even niet opgelet natuurlijk. Ik zei echt, er komen zulke kostuums binnen wij. Ja. Ja, dat, duidelijk dat er iets niet aan mijn ogen mankeert. Goed, nou. Als je zo'n kostuum aantrekt, ja. Gebeurt er dan wat met je? Behalve dat het warm is. Doorgaan? Je wordt helemaal gek, wordt ze. Ja, nee, zo. Ja, ja. Dat is het ergste. Ja. Dat diepte interview met John Bernhard. Er vond in Jan Pelleboer een dankbaar slachtoffers. En de handjes van Erwin Krol haalden wekelijks stippagina van de krant. Maar Van Koten en de Bie maken elke week dankbaar gebruik van de eigenaardigheden van Peter Timofeev. Maar de man die ik vanavond ontvang is ondanks de 2500 weerpraatjes die op zijn naam heeft staan, nog nooit geparodieerd. Omdat hij te gewoon is, denk je zelf. Maar dat kan natuurlijk na vanavond veranderen. Want we gaan op zoek naar de diepte van een man die zelf nooit aan depressie schijnt te lijden. Dames en heren, John Bernhard. Nee, jij mag niet op de bank. Fantastisch, hè? Oh ja, ja, Tieneke. Ik zal het nooit overslaan. Hé? Waar was het? In Spanje? Op de camping of in de disco? In een hotel. Ja? En ging die in het Spaans of in het Nederlands? Ja, dat was nadat hij 3 jaar geleden hier eens een keer was uitgekomen. Ja. Na hetzelfde, hier, hè? Dat gedoe. Het gedoe! Jongens, zullen we even met z'n allen het gedoe? Weten jullie nog hoe het was? Nee? Ja, jullie moeten het mij leren, hoor. Ja, kom maar. Nou goed, wat was ze nog jong, hè? De man die verantwoordelijk is voor dit alles. Het is in 1973 begonnen. Ondertussen zijn er hoeveel miljoen van verkocht? Ja, het is bijna niet te geloven. Er zijn op dit ogenblik meer dan 30 miljoen platen en cassettes van verkocht. Over de hele wereld. Over de hele wereld. Ja, kijk, maar dit is dus, laat ik zeggen, wat service salon en... Leonie Sazias, zal ik maar zeggen, allemaal proberen te zijn. Dat is Tieneke natuurlijk, hè. Dat is de oerservice salon. En ik, werkelijk elke zaterdag moet ik kijken naar RTL 4. En qua platheid is het natuurlijk toch heel bijzonder. Onvoorstelbaar, die leegte. Die ondiepte, dat iets zo ondiep kan zijn. Ik wil dat diepte dus misschien hoogte wordt, als het ware. Ja. Of zo. Het zal filosofisch niet kunnen, maar... Dat de diepte uit zichzelf eigenlijk zo... Ja. De knie van die voetballer, die Deen die neerde. Dat... God allemachtig, hè, die Tieneke. Zullen we? Wim Bosboom. Maar hij staat erop omdat het boek is geschreven met de pendel. Dat is niet waar. Nee? Nee. Wat is er nou wel gebeurd? Mag ik dat allemaal weten? U heeft u zelf een aantal vragen gesteld. Ja. Toen u in het leven van deze Romeinse hoofdman doordrong.
En u heeft steeds vragen gesteld en de pendel beantwoordde dat. Dus de pendel schreef het boek. Nee, zo is het niet helemaal. Nee? Nee, als het u interesseert, wil ik wel even uitleggen. In hoge mate. Ja? Oh, ja. Boos. Boos, ja. Leuke man die daar toch. Die heb ik ook wel eens mogen interviewen. In een suite in het Amstel Hotel. Of nee, in het Doel Hotel was dat. En die gaf me toen een soort hele grappig college over hoe je een verhaal moet schrijven eigenlijk. Een hele leuke man. Ik vond hem ook erg leuk met Gerard van het Reven. Dubbel... Vond ik hem buitengewoon aantrekkelijk praten. Had je nog iets te vragen? Ik ga even met mijn handje, want er is weer... Je wou nog een stop blokje met erg. Ja? Ja. Een andere gegadigde voor commerciële televisie in Nederland is de Fin Dennis Lifson. Hij heeft een bedrijf in Amsterdam, dat maakte met Herman van Veen Alfred Lourdolkes Kwakken. Dat werd ook door Lifson gemaakt. Lifson wil nu dus commerciële televisie gaan maken met Familienet. Meneer Lifson is hier. Mr. Lifson, how does a man from Finland get the idea of starting commercial television in Holland? Well, it has a certain background. I worked with the commercial television in Finland for several years in the early 70s. And in 1975, I set up the first abonné televisie in Finland on cable, which was also the first cable operation that initiated its own programming in the whole of Europe. So there's a certain background here. I see. This family station that you have in mind, what kind of station would that be? Well, I'm not thinking the way that I guess Rob Out and RTL Fear and some other people are thinking of trying to grab the market. I'm thinking of a certain marginal market, perhaps somewhere around 6-7% of the market, with family-oriented programming. What kind of programs would you? Well, it would broadcast? Be children programming. It would be youth programming. It would be family drama. It could be classical features. Okay. There would be no detective series. Ik geloof dat ik nu wel duidelijk heb gemaakt hoe ik over Tom Egbers' Suisse denk. Wat wou je me vragen? Ik wou je niks vragen. Waarom niet? Daar is het voor, op dit programma. Jij wil graag Cos Postema, want je hebt nog een heel lijstje. Ja. Cos Postema. De David Frost van Nederland. Ooit geweest, in elk geval, als je de interviews met hem leest en de anderen over hem... Ja, god, hij is een beetje de vader van die televisie voor ons jongeren. Ik bedoel, hij was toch al een grootheid. Toen ik begon in de journalistiek was hij dan die televisieman. En, hartstikke goed, leuk. En ook door die mensen met wie hij werkte, die Ton Robbers, had dat enorm... Zat ook weer in zijn... Bep Vochtelo, hè? Dat is de beroemde... Ja, nou, die deed dat voortreffend. Dus ik zal maar zeggen, dat was... Bep Vochtelo was wat Ellen Blazer is voor Sonja Barend. Zelfs als je het niet ironisch zegt, beginnen mensen te lachen. Nou ja, dat was een soort... Nou nee, het was een held. Ja, later... Achter gaat natuurlijk van alle helden gaat de glans natuurlijk af. Daarvoor zijn het helden. Maar als ik hem zie op zijn beste momenten... en dat is altijd in klasgenoten... Ja, dan is hij voortreffelijk. En dan kijkt hij de mensen aan en dan toont hij aandacht. En daar gaat het natuurlijk in principe allemaal om. Of je echt aandacht hebt. Of je die ander aan het woord wil laten. Of tot je toe wil laten. En die Postema, dat is er maar eentje. Hij klaagt altijd over. Dat deed hij al in 76 en dat doet hij nu ook nog. Er zijn geen opvolgers van onze... Ja, ik denk dat die Cos Postema moet geen interviews afgeven. Die moet ze afnemen. Hij is geen begaafd interviewgever. Want daar moet je een soort talent voor hebben. Om leuke interviews. En hij zegt altijd hetzelfde en hij knort. En dan vindt hij weer dat... Ria Bremer afgeschoten moet worden. Dat vind ik ook, maar om het nou drie keer te zeggen. Nou ja, je doet dat met Ton Egbers ook. Al een paar keer vanavond. Zeg, wat krijg je van godverdomme nou? Ga je die jongen in bescherming nemen? Nee, helemaal niet. Oh, nee, ik constateer alleen maar de maatstaven die je aan. Ja, nou goed, wat dus dan... Hè, bij Vochteloos Ellen Blazer, wat dus Ria Bremer is voor Cos Postema... is Tom Egbers voor mij. Goed. Hè? Dat wou je hebben, dat is een punt voor je, hoor. Zo was het. Eerst haar stukjes uit 1964, uit Achter het Nieuws. Mag ik even iets vragen? Ja. Wat wil je nou eigenlijk van me weten? Want het is ook een interview. En daar ben ik zo nieuwsgierig weer naar als interviewer. Wat ik van jou zou willen weten, en wat ik steeds meer op uit ben... is van hoe jij dus zelf werkt. Ja?
Hoe jij werkt als interviewer? Dat heb je nog helemaal niet naar gevraagd. Daar komen we dadelijk op. We hebben nog kort tijd, en hoor. Ik ben nieuwsgierig. Nee, we hebben nog bijna een heel uur. Ja, en ik ben nieuwsgierig hoe jij jou, de mensen van televisie, beoordeelt. Ja, dat is natuurlijk gauw bekeken. Ik vind die posten maar echt goed. Ja. Zullen we kijken? Ja, graag. Leuk.